Shut up and sit down. Seizoen 2019-2020 was er eentje om reikhalzend naar uit te kijken, voor al wie Veurne lief had. Trainer Stijn van Akker kon voor de eerste maal een volledige voorbereiding naar zijn hand zetten om er met KSV een schitterend voetbaljaar van te maken, met een hoogtepunt die hopelijk zou volgen in april. Na enkele trainingen werd de eerste wedstrijd in de beker van West-Vlaanderen aangevat in Oudenburg. Onze ex-trainer, Alain Pinket, nam van de gelegenheid gebruik om eens te kunnen zien naar de eerste partij van zijn opvolger. Gelijk had hij, want er werd met 1-4 gewonnen en om het in zijn eigen woorden te zeggen, all the rest is potaarde. 4 dagen later stond de volgende wedstrijd al op het programma tegen tweede provinciale Veldegem. Met een doelpunt van nieuwkomer Timothy Kraaien was zijn rekening meteen geopend voor KSV Veurne. De eindstand viel tegen, maar een voorbereiding dient er om te leren en op elkaar ingespeeld te geraken, dus vlug over naar de volgende partij. Met een teambuilding in de benen trokken de mannen van Stijn van Akker de voetbalschoenen aan om in de beker van West-Vlaanderen het B-elftal van de buren uit de banen partij te geven. Met doelpunten van De Kroos, Sarrazijn, Moerman en opnieuw aanwinst Kraaien werd er aan de schitterende teambuilding van zaterdag een mooie zondag gekoppeld met een 5-0 overwinning. 1 week later gingen we naar Kuurne. In een evenwichtige partij eindigde de wedstrijd op 3-3 en ook na strafschoppen kon er geen winnaar worden aangeduid. Veurne nog altijd op schema om door te stoten naar de volgende ronde. In het midden van de week stond een oefenwedstrijd gepland tegen de reeksgenoot Koekelaren. Nieuwkomer Maxime Larragé wist er zijn eerste doelpunt voor Veurne te scoren. Larragé komt over van tweede provinciale Eernegem en kon bij KSV de verdediging versterken. De wedstrijd werd verloren, maar er werd al vlug vooruitgekeken naar het weekend. Daarin stond opnieuw een teambuilding gepland, dit keer met overnachting in het Brussel. Highland Games tentenkamp opzetten en een bezoek aan een plaatselijk festival maakten dit tot een meer dan geslaagd concept. Om de dag nadien terug over te gaan naar de orde van de dag met de laatste groepswedstrijd van de bekercompetitie. Alveringhem die op bezoek kwam leek net een maatje te klein voor KSV Veurne. En met doelpunten van Moerman en Levik plaatsen we ons voor de volgende ronde. Missie geslaagd. Voordat de wedstrijd in de 16e finale van de beker was aangebroken, kregen we nog bezoek van Lopham in het Wiltura Sportpark. KSV kende er weinig problemen mee en won met 3-0, waardoor we vol vertrouwen konden afzakken naar Ruddervoorde, waar het doel duidelijk was, doorgaan naar de volgende ronde in de beker. 3 doelpunten van spits Sarrazijn volbrachten dit doel. Na deze wedstrijd werd ook trainer Van Akker voor de eerste maal geïnterviewd. En hierin werden de ambities niet onder stoelen of banken gestoken. Ambities, ik volg de ambities van de club, dat zijn ook mijn ambities, dat zijn ook de ambities van alle spelers. En dat is namelijk proberen om zo goed mogelijk te eindigen.